dat was de tour van het House of Surprises. Doe vooral alsof je thuis bent tot het Zonneschijnfestival. De enige plek die je net zo leuk zou vinden, is die locatie. Ik weet nog steeds niet wat locatie betekent. We hebben er zo'n zin in dat we een fotosessie hebben afgezegd om hier te zijn. Het is het waard. Hoi, Groovy Babe. We werden afgekapt eerder. Maar wat is de locatie van het festival? De Glitter City Bowl. Het Sprankelstadion. Weet je, dit dakterras is prachtig. Perfect voor repetities. Maar waar wordt het Zonneschijnfestival gehouden? Nou, misschien op dit prachtige dakterras. Wat? Voor 300 mensen? Geen evenement waar ik bij ben heeft minder dan 500 mensen. Oh nee. Nee, is er iets mis? Oké. Ik ben vergeten om een locatie te boeken. En alle locaties in de stad zijn nu al volgeboekt. Oh. We raken er kwijt. Mijn stemmingskristal is ook niet blij. Nou, bekijk het van de positieve kant. Zodra ik erachter ben wat dat is. Maak je geen zorgen allemaal. Ik regel dit, hoe dan ook. Ik heb nog één idee om te proberen. Ik denk dat ik weet wat je in gedachten hebt. We zullen een unieke locatie vinden. Jij gaat naar het oosten, wij naar het westen, jij naar het zuiden... en dan ontmoeten we elkaar bij de Kristalwoestijn. Nou ja, we kunnen tenminste genieten van de zonsondergang. Het is hier inderdaad prachtig. Wauwie, kijk hoe gelukkig je hier bent. Howdy allemaal. Ik was net hoefijzers aan het ophangen en hoorde jullie aankomen rijden. Maar hoezo kijken jullie nog droeviger dan een natte prairiehond? We zijn op zoek naar een festivallocatie omdat ik een foutje heb... gemaakt. En deze queens kwamen om model te lopen en... Dit is verschrikkelijk. Zei je net locatie? Ik heb geen idee wat dat betekent. Het is een ander woord voor plek. Ik ben te druk met het bouwen van een podium om jullie geruzie op te lossen. Wie blijft schreeuwen, eruit. Lone Star, hoeveel extra hamers heb je nog? Yeeha! Ik weet wat je denkt en ik kan de hulp goed gebruiken. Maar ik ben niet echt een ontwerper. Ik wel. Wauw, ik kan niet geloven dat het ons gelukt is. Iedereen is opnieuw bevestigd. Er zijn zoveel acts, iedereen krijgt 5 minuten. Phew, ik zal echt nooit meer een detail langs me laten glippen. Ach, iedereen maakt wel eens een foutje als er haast is. Hoe zit het met de kleedkamers? Oh, die zijn er niet. Maar om beide modeontwerpen te laten zien, hebben we een kostuumverandering nodig. Oh. Het is oké. We kunnen wel ieder 2 van onze ontwerpen laten zien. Nee, het is niet jouw fout. En ik wil niet dat het ten koste gaat van jouw mooie ontwerpen. Ik regel dit. Dat is super aardig van je, Groovy Babe. Zo lief dat ik kan huilen. Of je knuffelen. Oh, ik ben een vroege vogel, dus ik ga maar eens een uiltje knappen, oké? Ja, we hebben allemaal wat rust nodig voor het festival morgen. Mee eens. Als de modellen straks voor deze deur komen, draai ik deze schakelaar om en hun outfit zullen
veranderen in mijn ontwerpen, vlak voor je ogen. Bedoel je daarmee dat de modellen... jouw outfits dragen, maar anders. Jullie zullen elk model te zien krijgen. Twee looks, het origineel van Neonlicious en daarna mijn ontwerp. Net als magie, een transformatie. Showtime, queens! En daar gaan we! Het is showtime. Je hebt je best gedaan, echt waar. Maar we moeten nu gaan. Misschien moet je gewoon gaan genieten van de show. Jij hebt het allemaal geregeld. Na zoveel werk voelt het alsof ik er geen deel van uitmaak. Dat is jouw teken. En dit zijn de fierste modeontwerpen van de geweldige Neonlicious. Oh, het is gelukt. Dat zijn ook mijn ontwerpen. En... dat was de geweldige transformatie naar de prachtige ontwerpen van Groovy Babe. Hé, hey, Groovy Babe's ontwerpen verschijnen gewoon. Wat magisch. Wauw, dit is de grootste verrassing in de geschiedenis van verrassingen. Wij zorgen voor muziek en voor kleur. Tijd voor roze. Je weet dat ik graag mijn uiterlijk verander. Ik ben altijd in ontwikkeling.